Welkom bij ons voedselbos in Lagemierde, waar we komend weekend de aanplant gaan doen van ons voedselbosstuk. Dus ik heb al eerder een filmpje laten zien dat we ook in rijen hebben aangeplant. En nu gaan we het romantische voedselbos aanplanten. En in het romantische voedselbos, daar staat alles door elkaar. We hebben het over Szechuan peper, over appels, peren op hoogstam. We hebben het over fazantebes, over pauwpauw, over pijnboompitten zelfs, Chinese kwee, Japanse kanoelje. Nou, een hele lijst van ruim 30 verschillende soorten planten die we hier aan gaan planten. Daarvoor heb ik een ontwerp gemaakt. Dus ik weet precies op welke plek, op papier in ieder geval, ik welke plek plant wil hebben. Maar zoals je ziet, in deze woestenij is het heel moeilijk, vooral ook nog eens op een perceel van 2 hectare, om de plant precies op de juiste plek te krijgen. Je ziet hier de Canadese fijnstraal, de brandnetels, de ridderzuring. Het is allemaal nogal hoog geworden. Dus je ziet hier bij wijze van spreken door het onkruid het bos niet meer. Dat zal trouwens de komende jaren ook wel zo blijven. En we hebben ook nog eens 500 berken aangeplant. En die 500 berken die hebben we in het voorjaar gezet. Dat zijn de wijkers. Dus die gaan voor, met hun, die gaan voor organisch materiaal zorgen, met hun bladval. En ook met hun wortelsterfte. Want deze gaan we op een gegeven moment namelijk ook kappen en snoeien. En daar zal ik je later meer over vertellen, over het beheer van dit voedselbos. Maar goed, het is dus nogal een woestenij. En om hier de juiste plant op de juiste plek te krijgen, zoals ik het heb verzonnen op papier achter mijn computertje, dat is nog een hele sport. Dus we hebben al wat voorwerk gedaan. En dat zie je aan de bamboestokken. Dit is een bamboestok met daarop een A. Dan weet ik, daarop moet een appel komen te staan. En zo heeft elke bamboestok zijn eigen code die corresponderen met de tekening. Maar goed, dan moet je dus nog steeds die bamboestok op de juiste plek zien te krijgen. Nou, dat hebben we gedaan door middel van GPS-coördinaten. Dus afgelopen maandag, toen zijn hier, nou, ik denk in een uurtje of 4, zijn er 4 mensen bezig geweest om al die bamboestokken op de juiste plek te krijgen door middel van GPS. Dat is heel erg fijn, want nu staan de planten dus allemaal, of de bamboestokken, op de juiste plek. Nu is het nog zaak om de planten op de juiste plek te krijgen. Daarvoor waren we vanmorgen met 5 vrijwilligers. De planten werden allemaal gebracht. Wij hebben ze ingekuild. En dan komen zaterdag zo'n 15 vrijwilligers. En dan hopen we die dag zo'n 1200 planten te gaan zetten. Meer daarover zal ik je zo meteen vertellen in het filmpje, als de vrijwilligers er ook echt zijn. Dus dat gaan we zaterdag opnemen. Nu laat ik je nog eventjes de kuil zien waar we de planten hebben neergezet. Ga je mee? Welkom bij de kuil. We hebben de planten allemaal ingekuild. Het is nu donderdag. Zaterdag gaan we ze zetten. Dat betekent vanmorgen kwamen er 2 of 3 leveringen binnen met planten. Dus het is belangrijk dat je dat logistiek goed plant. Vooral als je hier 5 vrijwilligers hebt staan. Moeten niet de planten om 12 uur komen als je om 9 uur de vrijwilligers hebt. Nou, dat was gelukkig het geval. Dus dan komen die vrachtwagens met planten. Neem dan ook zorg dat je bijvoorbeeld flinke zeilen hebt. Want die planten die hebben naakte wortel. Hè? Dus die worden op deze manier geleverd, althans veel van die planten. En die drogen dan heel snel uit als je deze gewoon zo in het veld hebt liggen. Dus het zijn zoveel planten die binnenkomen dat je ze meteen allemaal af wil dekken. En vervolgens gaan we ze dan inkuilen. En dat is wat we nu hebben gedaan, soort bij soort. Want aanstaande zaterdag, maar dat zal ik je dadelijk in het volgende deel van dit filmpje wel laten zien. Dan gaan we daar tactisch mee om, dat de vrijwilligers naar ons toe komen en de juiste planten krijgen. Dus voor nu zijn de planten ingekuild. En heel belangrijk daarbij is dat de planten, in principe 1 spade diep is genoeg, als de wortels maar onder de grond zitten. En dat er af en toe een klein worteltje nog uitsteekt, dat is niet zo'n ramp. Maar je kunt je wel voorstellen met een beetje wind en zon, dat dit de worteltjes zijn die uitdrogen en dan heeft de plant minder groeikracht. Dus inkuilen is belangrijk, doe dat goed. Wat je ook kunt doen is, als je toch zo'n hele geul hebt gegraven en je hebt toevallig water bij de hand, zet hem meteen helemaal vol met water. Dan zijn alle plantwortels lekker nat als je ze gaat uitzetten. Als je ze gaat uitplanten.
Nou, meer zal ik je zo vertellen. Vrijwilligers die zijn gearriveerd, we zijn lekker aan de slag en Jeroen en ik, wij staan hier bij het uitgiftepunt. Jeroen, kun je uitleggen wat wij doen? Zeker, zeker. Ja, we staan nu mooi in het zonnetje, de zon is doorgebroken. Eergisteren hebben we hier duizenden, of in ieder geval honderden planten ingekuild om ze te beschermen tegen de kou en de wind. En nu geven wij de vrijwilligers die hier in het veld lopen en op zoek zijn naar codes die staan voor bepaalde plantennamen. Wij geven die vrijwilligers de juiste planten. En de vrijwilligers graven allemaal heel druk gaten en zetten de planten erin. Ja, en, ze komen naar ons toe. Ze krijgen de planten die wij op de plattegrond aangeven van ga die en die en die zetten. Die krijgen ze mee. Dat betekent dat de vrijwilligers eigenlijk zo min mogelijk na moeten denken. Wij zijn eigenlijk de denktank. Dat is het idee, zeker. Daar doen we ons best voor. En dan vinken we af op de kaart welke gedaan zijn en dan zien we hoe de voortgang is. Ja. Kijk, komen al vrijwilligers aan. Staan ze te wachten. Wat hebben jullie nodig? Pruim, olijf en nazi. Nazi? Of nazi-peer? Ja. Oké. Kom, we gaan nazi-peer pakken. Ik ga het zoeken.